U bent in toenemende mate meer in de frontlinie van de media gekomen. Vandaag is daar een voorbeeld van. Hoe ervaart u dat vanuit uw positie? Ja, nou ja, het hoort er ook wel een beetje bij. Maar ja, zowel het positieve als het negatieve is een hele goede feedback die ik ook opneem. Ik moet wel eerlijk zijn dat het af en toe wel vervelend is als je gewoon met je vrienden bent en dat je overal maar een beetje moet opletten van kan ik dit wel doen, want worden er foto's gemaakt en terwijl. Uiteindelijk ben ik zo ontzettend dankbaar van de privacy die mij wel gegund wordt op momenten dat ik dat als dat er wat minder is, dat het ook oké is. Wat is het beste advies dat u van uw vader hebt gehad? Heel veel wijze lessen van mijn vader gehad. Er volgen ook nog vele, denk ik hoor. We zijn niet, niet met 18 klaar, maar, nee, maar wat dat betreft denk ik dat het heel goed is dat Amalia inderdaad de kans heeft gekregen om zichzelf te leren kennen. Fouten heeft kunnen leren maken en daarvan kan leren. En dan staat ze veel sterker in de schoenen om inderdaad het publiekelijk ambt later, vanaf nu eigenlijk, in te kunnen vullen. Ja, nou, ik sluit het maar erbij aan.